Welkom. Het is 17 september 2022 en dat is dit jaar de World Cleanup Day. Het is op een zaterdag en het valt toevallig samen met de Dam te Dam loop, of in ieder geval de wandeleditie. Morgen is de echte Dam te Dam hardloop wedstrijd of evenement. Maar vandaag dus de World Cleanup Day, waarin over de hele wereld heen mensen zwerfafval gaan rapen om de wereld een stukje mooier te maken. Ik doe uiteraard ook mee. Dit keer doe ik mee met het eerste deel met de Zaanse zwerfvuil estafette. Dan loop ik met hun. En daarna ga ik nog waarschijnlijk nog naar een ander plekje toe. Dan ga ik nog even alleen een stukje opruimen. Op een plek waarvan ik weet dat er ook over het algemeen veel ligt. Het is net even iets te ver om zo meteen naartoe te lopen, dus dat doe ik gewoon in het tweede deel. Het eerste deel in Poelenburg. Bekend om de probleemwijk hoe het in het verleden was. Nou, daar zijn ze hard mee bezig. Maar het is ook wel een wijk waar gewoon veel zwerfval ligt. En waar dus eigenlijk ook wel winst te halen is, of in ieder geval een beetje het goede voorbeeld te geven, mensen hopelijk te inspireren. Dus een mooie plek om juist op een dag als vandaag naartoe te gaan. We zijn er bijna. Verzamelen is om 9:45, of tussen 9:45 en 10. Verzamelen, spullen even klaarmaken, kop koffie doen, een beetje bijkletsen met de mensen. En dan gaan we ieder naar buiten toe. Individueel of in groepjes, wat je zelf maar wil. Even een uurtje voor een schoon buurtje, dat is het hele idee erachter. Dat uurtje is over het algemeen iets langer. We starten zo ongeveer rond 10 en rond een uur of 12 verzamelen we weer met de lunch. De lunch wordt dan geregeld door de gemeente Zaanstad, wat netjes georganiseerd. Spullen trouwens ook, niet alleen voor de World Cleanup Day, maar elke maand. Dus mocht je een keer mee willen doen, schuif gewoon aan. Je hoeft je niet aan te melden, gewoon aanhaken. En je krijgt dan de hoepel en de vuilniszak, de handschoen en de grijper. En dan kan je gewoon even een uurtje of zolang als dat je zelf wil, kan je even meehelpen. Nou ja, vandaag is Poelenburg. Ik ben bijna op de plek van bestemming, maar ik weet niet precies waar het is. Dus ik ga eventjes nog wat meer op het verkeer letten. Het weer valt reuze mee. Er was slecht weer voorspeld, maar tot nu toe rijd ik lekker met het zonnetje. Dus ik hoop dat het zo blijft. Het maakt het alleen maar mooier. Ik maak er een mooie dag van aan. Een mooie dag van vandaag. Zo, dat is lastig te zien. En we zien elkaar weer. Doei! Hier is per telefoon en mail contact gehad en we hebben elkaar vandaag voor het eerst ontmoet. Maar ik vind het leuk dat, dat jullie hier zijn en dat jullie ook met zo'n grote groep zijn. We zijn druk bezig met de koffie. Ons grote koffiezetapparaat staat nu bij de boerderij, omdat zoals jullie misschien wel zien, komt ook het Dam tot Dam wordt nu over ons terrein gewandeld. Maar ik vind het vooral leuk dat jullie hier zijn. Wij zijn een natuur- en milieuorganisatie. En wij ontvangen jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 leerlingen van het Zaanse basisonderwijs. Die we allerlei lessen geven over natuur en milieu. En waarbij het heel belangrijk is ook van, om respect te hebben en eigenlijk ook liefde bij te brengen voor de leefomgeving. En dat is natuurlijk iets wat jullie ook heel erg doen. Je ziet het. Het is niet droog. We zijn even in de ontvangstruimte geweest. We hebben koffie gehad en een lekkere koek. En we zijn net op pad. Op de achtergrond zie je ook de Dam te Dam wandeleditie. Een van de wandelingen. En ik ben net begonnen. Eerste vuil uiteraard al verzameld. Maar het begint meteen te regenen. Oh, het is wisselend bewolkt. Lastig te zien denk ik. Maar ik ga ervan uit dat het alweer droog wordt. En, het is lastiger inderdaad misschien voor de telefoon. Dat is misschien wel het ergste dat ik zelf nat word. Prima, joh, maakt me niet zoveel uit. Mijn telefoon moet ik eventjes zuinig op zijn. Want die heb ik nodig om alle zwerfval natuurlijk te kunnen fotograferen en vast te kunnen leggen op open littermap. Dus erg een beetje schuilen. Misschien een zakje om de telefoon heen doen. En dan gaan we weer verder. Later. Dat is het mooie met zwerfafval rapen. Ik heb wel de middelen om spullen erin te doen. Een grote ton voor het afval en een kleine voor de blikjes. Of omgekeerd, afhankelijk van in welke buurt ik ben. Maar nu kom je de prullenbak tegen. Dus kan je mooi eventjes alles wat je al geraapt had even dumpen. Scheelt weer, heb je in ieder geval weer een lege bak. Kan je gewoon weer verder. Doei! En het is weer regen. Dus ik ben eventjes pauze aan het nemen. En dan kom ik zomaar een mederaapster tegen. Doet niet mee met de groep, maar die doet het juist wel. Zegt u het zelf maar. Hoe doet u het? Of wat doet u?
Ik loop dagelijks een rondje, tenminste op zondag na. En dan begin ik bij de Jacob Rekstraat. En dan gaan we zo die aan de Eindbeerstraat en dan kom ik zo weer thuis. En dan ga ik altijd deze kant op. Geweldig. Ja, de meeste keer zit ik hier al. Goed hoor, nou hartstikke mooi. Dank u wel. Oké, nou, buitje zoveel. Wandelaars gaan stug door in de verte. Een beetje donker denk ik. Ik gebruik de oude telefoon trouwens om te filmen, dus dat... Een beetje contrast. Nou, lastig. Hoe dan ook. Ik heb een paar keer al onderweg wat geleegd. Ik kwam nu in één keer plotseling allemaal glazen potten tegen. Ook meegenomen uiteraard. Ergens een keer weer te dumpen. Nou, wat komt mooi uit, want daar staat een glasbak. Dus win-win. We ramen niet alleen op, maar we recyclen ook of we scheiden. Ja, ondertussen gaat het wat harder regenen. Dus ik ga even schuilen en dan ga ik straks verder. Doei doei! Ik ben weer aan het opruimen en er ligt hier vlak bij de prullenbak. En ik kom een mevrouw tegen met een klein meisje. Ga maar lopen. En die vertelt een heel mooi verhaal. Oh. Geweldig, hè? En dat doe je al, want je bent 3, hè? En dat doe je al sinds dat je 2 bent. Ben je al zo bewust bezig? Ja, en ze krijgt de complimentjes al. Ja, geweldig, hè? Ja, geweldig, hoor. Dankjewel. Heb je een mooi tasje. Maar hartstikke goed. Nou, jij bent die jeugd waar ik het voor doe. Dag. Dag. Even zwaaien voor die meneer. Dag, dag. Dat is heel, heel triest, maar nou ja, jullie hebben wel eer van jullie werk in deze wijk. En ik hoorde ook van, dat het misschien wel goed zou zijn om hier vaker te komen. Nou, jullie zijn van harte welkom. Nou, dat was een lange dag, kan je wel stellen. Veel cleanup day, einde ervan. Uiteraard dus door thuis geweest en gegeten. Maar nog wel even op pad. Ik heb wat statiegeld was weggebracht. Weer flesjes gevonden, uiteraard. Dus, nou, die verzamelen we. Die leveren ze nu dan in. En nu ben ik nog even op zoek naar een laatste plek waar ook nog wat zwerfafval ligt. En dan vinden we het mooi geweest. Dan is het einde Werf World Cleanup Day 2022. En dan sluiten we deze video af. Ik zeg tot volgend jaar.